Hallo, mijn naam is Janneke Assing. Ik ben een landlever gevraagd om de jubileumdeken te ontwerpen. En wellicht heb je hem al, de doos met daarin alle mooie bollen, een haaknaald en allerlei zaken die je nodig hebt om het deken te haken, waaronder het patroon natuurlijk. Daarin staat beschreven hoe je alle onderdelen haakt, hoe je alles aan elkaar haakt en hoe je de rand eromheen zet. En in deze film ga ik vandaag laten zien hoe je een wieper haakt. Als je het pakket hebt besteld, jubileum pakket, dan krijg je dus zo'n mooie doos binnen. Er zijn 23 bollen, mooie scheepjes cotton 8, een hele fijne katoen om mee te haken. Er zit een heel mooi zakje bij, met daarin de haaknaald die je nodig hebt, haaknaald 3,5. Een heel mooi scheepjeslepel, dat je op je deken kunt bevestigen. En een hele leuke landleverknoop. Je begint dus met het haken van wiebers, in totaal zo'n 61, dus je wordt er vanzelf heel handig in. Maar het begin kan soms even lastig zijn, dus vandaar dat ik dat nu even voor ga doen. En je begint met één losse en dan ga je met toer 1 beginnen, nog een losse. En je haakt in die allereerste losse die je net haakte, 2 vaste. Mijn tip, haak niet te strak, want anders wordt het heel lastig om daarin te steken. Dit is de eerste en de tweede. En je hebt nu toer 1 gedaan, dat is dit kleine stukje op het patroon. Je begin je weer met een losse, draait je werk en je haakt dan 1 vaste. En de laatste vaste die je zojuist hebt gehaakt, is de vaste. En je haakt 2 vaste in de volgende vaste die je tegenkomt. 2. Je hebt nu 3 vaste gehaakt. Dit is toer 2. En op naar toer 3. Ook aan het begin van toer 3 weer 1 losse, een vaste. In de eerste vaste die je tegenkomt, in de volgende vaste weer een vaste. En in de laatste vaste van de toer 2 vaste, zodat je meerdert en vanzelf een inimini driehoekje gaat krijgen. En dit is eigenlijk alles wat je doet in het eerste deel van de wieber. Telkens beginnen met een losse, 1 vaste. In elke vaste die je tegenkomt, behalve in de allerlaatste, want daar haak je de 2, zodat je toer steeds breder wordt. Dit was toer 4. En als je dat blijft herhalen, dus telkens 1 vaste extra aan het einde van de toer, kom je op een gegeven moment op een breedte waarbij je 26 vasten in de toer hebt. Dat is de helft van de wieber. En dan gaan we minderen. Dat doe je als volgt. Je maakt deze toer af, toer 25. In toer 25 haak je nog net 2 vaste. En dan begin je de volgende toer weer met het keren van je werk. Je haakt 1 losse en je slaat deze eerste vaste over, waar je normaal gesproken wel in haakte, maar je gaat nu direct naar de tweede. Daar haak je nu je vaste in. Dat is alles wat je doet tot het einde van de hele wieber. Je hebt nu elke toer 1 vaste minder en uiteindelijk eindig je vanzelf met nog maar 1 vaste. En dat is het einde van de wieber. Dat was het haken van een wieber. Aan de zijkant van je deken komen wiebers die maar de halve breedte hebben. Die worden hetzelfde gehaakt in principe als de hele wiebers. Alleen minder en meerdere maar aan 1 kant in plaats van aan 2. En die begin je als volgt. 2 lossen en 1 vaste. In de eerste losse die je zojuist hebt gehaakt. Dit is toer 1. Toer 2 begin je weer met een losse. Je haakt 1 vaste in de vaste die je haakte. En je haakt 1 vaste in de losse waarmee je toer 1 begon. Keer je werk. Je begint nu aan de volgende. Je doet weer een losse. Je slaat nu de eerste vaste over en de volgende steek haak je 2 vaste. Want dit is de kant waar je meerdert en dus moet je daar 2 vaste haken. Aan 1 kant blijft die recht en aan de andere kant loopt die schuin.